Bram, ik dacht eigenlijk dat we vandaag een dag zouden hebben zonder Ali B. Maar ja. Toch kwam er vandaag nieuws naar buiten. Nieuws wat echt iedereen verrast. Ja, ik moet je teleurstellen, we hebben het er weer over vanavond. Khalid Kassem is de bekende Nederlander waarover Sebas Dijkstra het had. Die ook op verzoek van Ali heeft gebeld met... Sebas. Met Sebas. Ja. Dus het is eigenlijk een soort soap aan het maken. Het is een soap. Je had eerst de Roepert die heeft gebeld op verzoek van Ali. En toen heeft ook nog deze meneer gebeld, Kassem. Dus het is, we gaan even kijken wat er omhoog gezegd wordt. Ja, vandaag is via RTF Boulevard duidelijk geworden dat ook Khalid Kassem een van de slachtoffers heeft benaderd in de zedenzaak tegen Ali B. Kassem heeft slachtofferadvocaat Sebas Dijkstra opgebeld. Die staat Jill Helena bij. En Kassem heeft hem gevraagd of hij persoonlijk in gesprek wil gaan met Ali B. Dat heeft hij uiteindelijk geweigerd. Kijk, ik denk dat hij ongeduldig werd omdat de zitting daar aankwam. En ik al heel druk bezig was met het schrijven van een pleitnota. Dus waarschijnlijk zal hij hebben gedacht, laat ik Bart nou niet weer lastigvallen met dit verzoek. Hij heeft al zijn best gedaan, laat ik het op een andere manier proberen. Ik heb het zelf in ieder geval nooit eerder meegemaakt. Ik weet niet wat de regels zijn voor advocaten. Dat als je geen rol speelt in de zaak, dat je dan alsnog een soort mediation rol op jezelf mag nemen. Maar ik heb het zelf in ieder geval in geen enkele strafzaak eerder meegemaakt. Bram, die Khalid Kassem, dat is een oud-advocaat. Ja. Die zou beter moeten weten, toch? Ja, want zeker als je wel gevraagd wordt door iemand die je privé kent, in dit geval Ali, die zegt, kan jij voor mij even gebellen? Ja. Maar het duurt zo lang, ze reageren niet. En ik wil die mediation in plaats van die rechtszaak, wat ik overigens vanuit Ali ook kan begrijpen. Ja. Dan moet je toch zeggen, wacht even, ik ben je vriend, ik ken alle feiten niet. Ja. Dit doe ik niet. Nee, ik ken het dossier niet, dat is het allerbelangrijkste. Ik ben bovendien geen advocaat meer, dat speelt natuurlijk ook een rol. Kijk, Ruperti en... Kassem hebben allebei op verzoek van Ali, buiten Zwier om, moet ik aannemen, contact gezocht met de andere partij. Dat is natuurlijk al heel merkwaardig. Ali B. heeft een advocaat, is Zwier. Waarom zou je iedere keer uitwijken naar Ruperti of in dit geval Kassem? Waarom doe je dat? Om je kansen te vergroten en volgens mij ook omdat beide... Dat was een retorische vraag, natuurlijk, om zijn kansen te vergroten. Maar het is eigenlijk, ja, je behoort het niet te doen je moet het met Zwier bespreken. Even je verplaatsend in Ali B. Die wil gewoon dat die mediation komt in plaats van die rechtszaak. Dus vanuit hem zou je zeggen, begrijp ik dat hij al zijn lijntjes uitgooit. Maar vanuit die advocaat en oud-advocaat begrijp ik het niet. Nee, het is ook... Kijk, voor de advocaat, denk ik, komt er nog een terugrechtelijk kantje aan bij kijken. Kassem, die kan je daar niet meer op pakken, denk ik. Hm. Maar dat is ook nog twijfelachtig. Maar wat we Zwier nu horen zeggen is van... ik was de pleitnota al aan het schrijven. En ik denk dat Ali heeft gedacht, die heeft het zo druk daarmee. Dus laat ik dat maar eens door een ander advocaat doen. Wie het gelooft, mag het zeggen. Ja, nou, ik zag bij Boulevard ook even zo'n fragment dat Ali daarna reageerde naar die rechtszaak. Dat hij zei dat het absolute onzin was dat gebeurd was. Nou, het blijkt dus nu in twee gevallen gebeurd te zijn. Maar waar ik me ook in probeer te verplaatsen, is die Zwier, een serieus, gerenommeerd advocaat die in de hand is genomen door Ali, die zaak leidt. Ja. Hoe zou jij op dit moment omgaan met deze situatie als je hoort dat er links en rechts allerlei lijntjes worden uitgegooid en eigenlijk jouw werk minder serieus wordt genomen? Ja, ik zou not amused zijn. Ik zou hem er niet uit zouden mieteren, denk ik. Behoudens, wanneer ik zeker zou weten dat hij heeft geprobeerd om de getuigen te beïnvloeden. Maar zou jij zeggen, ik kan mijn werk zo niet doen? Ja, ik zou zeggen van kom eens even naar kantoor, wij moeten even met elkaar praten. Maar ja, het werk is gedaan, hè, want de zaak staat voor. En dan nog heel even dit. Ja. Is het zo dat Jager heel selectief als een soort stratego van die ballonnetjes heeft laten vallen om dit, zeg maar, nu in deze dagen... Die eerst vandaag, Jager natuurlijk op vrijdag en dan Sebas vandaag. Echt bekende Nederlander, want zij wist natuurlijk al wie dit was. Dus had ze ook kunnen zeggen, dat is Kassem. Ja, precies. Want ik vond het al raar dat je zegt, wel, een bekende Nederlander heeft het ook geprobeerd namens Ali. En een paar dagen daarna kom je met de naam. Dus het is strategisch wel van Sebas Dijkstra. Want vrijdag had hij niet alle aandacht gehad, wanneer hij dat naar buiten had gebracht. En vandaag wel. Eigenlijk. En hebben we het er al een hele week over. Vanuit de verdediging. Ja. Is het goed gedaan. Goed gedaan. Ja.
Gaat het dit straalt enorm af op Ali. Ik denk, ik heb het eerder gezegd, maar kijk, rechters kijken ook tv en lezen kranten. Als ze hier kennis van nemen, dan werkt het alles behalve in zijn voordeel natuurlijk. Ja. Maar en het bevestigt het beeld, wat natuurlijk in die rechtszaak is gekomen, dat hij geen nee accepteert. Nee, maar even, vrouwen, even niet om toch niet helemaal kant te kiezen. Als je je verplaatst in Ali, dan snap je dat hij alles probeert. Ja. Nou, dat vind ik nog maar moeilijk te zeggen. Want als je vertrouwen in je advocaat hebt, dan laat je, als het een rechtszaak betreft, het aan je advocaat. Dat ben ik ook met je eens. Ja. Dat zo had het moeten zijn. Wij zijn het al vaker eens.